Ja, maar in een eerder interview heb je ons aangegeven. Je zei van ja, het rappen, hoe lang kan ik dat nog doen? Hoe lang kan ik daar nog op een gegeven moment echt op de voorgrond mee trainen? Dus ik moet op een gegeven moment ook andere eisen in het vuur hebben. Dat klinkt mij, toen had ik het idee van, nou ja, die jongen die zal nog 10 jaar blijven rappen en dan is die weg. Maar als ik het nu hoor, dan ben je toch wel iets meer teruggegaan naar het gevoel van, ik ben echt een rapper. Ja, ik herinner me ook wel precies wanneer ik dat gezegd heb, maar toen was ik eerlijk gezegd ook met niks anders bezig dan alleen maar rappen. En op zich neem ik mezelf dat niet kwalijk, want ik was een jaar 17, 18 en ik wist niet wat ik er daarnaast wou gaan doen. Op een gegeven moment leer je dat als je een bekende rapper wordt, dan heb je toch wel de voordelen dat je daarmee ook sneller gevraagd kan worden voor een film. Als je daadwerkelijk ook wel een beetje kan acteren. Als je leuk overkomt bij interviews en je doet dat een paar keer goed, kan je zelfs gevraagd worden voor het televisieprogramma. En dat is gewoon wat het geval is. Ik ben de laatste jaren heel erg veel op televisie geweest. Ik heb zelfs voor Jens een eigen vaste item gehad. En nu heb ik zoiets van, ik maak me zeker geen zorgen. Ik zal zeker nog wel 20 jaar blijven rappen op dit niveau. Daar ga ik gewoon 100% van uit. Nee, daarom. Ik bedoel, het is wel grappig om te zien dat nu je op een gegeven moment wat meer ernaast doet. Ja. Blijkt gewoon, heb ik het idee dat meer je voorliefde. Ja, maar kijk, voor rappen... het is gewoon alsof je een baan hebt. En als je maar één functie hebt, dan ga je toch ook al... Heb je het goed, dan ga je toch al voor jezelf denken, oké, wat ga ik gewoon later doen? Want dit gaat niet lang meer duren. Maar als je op een gegeven moment meerdere functies krijgt binnen een bedrijf, dan denk je, hey, als dit niet gaat, kan ik altijd hier nog op leunen. Gaat dit niet, kan ik hier nog op leunen. Vandaar dat ik zoiets heb, dat dit wel voor altijd zal doorgaan. Ik heb nu ook wel gewoon een stabiel leven. Weet je. En je zei dat tv-programma, kun je daar iets meer over je gaat vertellen? Ik mag er eerlijk gezegd nog niet te veel over vertellen. Wat ik wel kan zeggen is dat het, dat het iets voor kinderen wordt. Want het wordt gewoon iets met Nickelodeon en het is... We gaan een beetje leraren in de zeik nemen met een knipoogje. Dus het is allemaal een beetje grappen maken. Als we nou een afspraak kunnen maken dat we wel de informatie geven nu. Ik zal het niet gebruiken. Wanneer, maar gebruik het pas als het zeg maar naar buiten komt. Wanneer komt het naar buiten? Dat weet ik echt niet, man, wanneer het uitkomt. Dat, als ik dat wist, had ik je echt gezegd. Maar dat is nog niet duidelijk. Nee, want dan kunnen wij zeggen... Nou, oké, laten we het zo zeggen. Stel je... Is het een traject van een half jaar? Of ja, een half jaar misschien net. Oké. Dus mag het naar buiten worden gebracht of mag het helemaal niet naar buiten? Nee, wat ik heb gezegd is echt wat ik erover kan zeggen. Want echt, ik weet ook echt niet meer. Heb je al draaidagen gehad? Helemaal nog niet, nee. Het enige is dat we hebben gezeten en dat het contract nu rond is. Maar dat heb ik ook gisteren pas gehoord van mijn manager. En wanneer gaat het gewoon beginnen? Qua draaien, denk je? En dat is ook nog niet duidelijk wanneer we gaan beginnen met draaien. Ik vind het wel leuk om dat toch iets... Kijk, het zal wel binnenkort naar buiten komen, denk ik. Ja. Dat wij zeg maar dan tegelijkertijd meteen een item hebben. Is dat voor jou ook leuk? Hebben we meteen nieuws? Jawel, maar ja, ik denk niet dat... Weet je, ik zal wel gewoon... Dit is niet het interview, toch? Nee, dit halen we eruit. Wat vind je van tv? Wat vind ik van? Van tv. Ja, tv is leuk. Ik kijk zelf tv als ik niks te doen heb. Maar ik denk dat je bedoelt televisie maken. Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Ik zie mezelf ook wel een programma presenteren. Ja, ik vind tv maken leuk. Ja, het is wel zwaarder dan bijvoorbeeld radio maken. Radio maken is toch vrij luchtig en ik doe het allebei. Dus ik kan er toch wel echt een mening over geven. En, maar ja, aan de andere kant, tv maken, dat houdt je wel scherp. Want je moet goed overkomen, want iedereen ziet je en hoort je. En radio, ja... Je kan gewoon bij wijze van spreken met je vinger in je neus zitten, maar als je maar gewoon goed overkomt met de dingen die je zegt. En wat heb je geleerd zeg maar bij Jensen? Wat ik heb geleerd bij Jensen is heel scherp zijn. Want ik, mijn vaste item was dus dat ik voor de rode loper moest staan bij premières. En dat ik BN'ers moest lastigvallen. En over de ene BN'er weet je wat meer dan over de ander. Ja, dus het is gewoon elke keer moet je gewoon scherp zijn. Dus bijvoorbeeld dan komt er een Tycho Gernot langs en denk je, oké, ook al vind ik hem aardig, met wat kan ik hem pakken? Ja, ze pesten hem altijd natuurlijk met dat hij coke snuift. Of je dat wel of niet doet, dat interesseert me niet, want ik vind het gewoon een aardige gozer. Maar ja, ik moet op dat moment gewoon een vervelende jongen uithangen, dus dan ga ik daarover beginnen. En dat is het eigenlijk gewoon een beetje. Heb je ook wel eens wat gênante situaties meegemaakt voor jezelf waar je vandaag van kut, dat heb ik niet goed aangepakt?
Ja, ik weet alleen niet meer hoe ze heet. Het is een wat oudere vrouw met gigantische tieten en dikke krullen. Ik weet niet meer hoe ze heet. Ook een bekende vrouw. En ik, nou, in ieder geval... Vanessa? Nee, ik weet niet hoe ze heet. Maar in ieder geval zei ik tegen haar, hey, Caroline Tenzo. Omdat ik haar naam gewoon niet meer wist. Weet je. En, maar blijkbaar was dat bij haar heel gevoelig. Weet je. Dus, Viola Holt. Ja, volgens mij Viola Holt, ja. En... En dat vond ze niet zo leuk, joh. Dat ze zoiets had van, ze had volgens mij echt zoiets van, hoe kan je mij niet kennen, weet je? En ik had zoiets van, ja, sorry hoor, ik weet niet wat je doet, maar ik weet gewoon dat je een bekend gezicht hebt.